Dag Hans, de economie is wereldwijd in goede doen. Ook bij ons werden de groeicijfers al bijgesteld en we zien het vertrouwen van de consument ook weer toenemen, zeker nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de inflatie weer oploopt, zowel in de VS als in de eurozone. En dat zou op lange termijn wel een risico kunnen vormen. Hans Bevers, jij als chief economist bij de Groof Peterkam, wat is eigenlijk de oorzaak, de aanleiding voor die opverende inflatie? Ja, laten we het onderscheid maken tussen de korte termijn en de lange termijn. Dus op korte termijn is dit iets wat eigenlijk altijd in de lijn der verwachtingen zat. Dus inderdaad, zoals je zegt, inflatie veert op naar 3,6% in Amerika, 2% in de eurozone. Maar goed, verwacht eigenlijk. Dat heeft te maken met twee zaken. Enerzijds basiseffecten, zoals we zeggen. Dat is een zeer korte termijn effect. Dat vooral te maken heeft met sterk gestegen energieprijzen, voedingprijzen. Laat me illustreren met de olieprijs. Die rond deze tijd vorig jaar lag rond de $25 per vat. Nu $70 per vat, à peu près. Dus dat is een stijging van 100% en meer. En dat vertaalt zich in hogere inflatie. En dan ten tweede, ook op korte termijn, spelen er nog zogenaamde beperkingen aan de aanbodkant. Dus aanbod kan de vraag momenteel niet echt volgen, om het zo te stellen. En dat zien we ook vertaald in hogere prijzen, bijvoorbeeld in de markt voor halfgeleiders en chips. Wereldwijd zie je dat gebeuren. Ook in de markt voor tweedehands voertuigen in Amerika bijvoorbeeld, maar ook in de tarieven voor scheepsverkeer, wereldwijd ook. Dus dat is een fenomeen, dat laatste, wat iets langer kan duren, maar ook hier zou de markteconomie na verloop van tijd wel een antwoord op kunnen bieden. Dus ook daar maken we ons niet echt veel zorgen over. Dat voor wat betreft de korte termijn. Ik hoorde jou ook al zeggen dat je ook verwacht dat op de lange termijn de inflatie zal blijven stijgen. Ja, toch de risico's voor inflatie liggen toch eerder opwaarts dan wel neerwaarts. Je hebt vorige decennia stelselmatig een daling van die inflatiecijfers gezien, eigenlijk in wereldwijd opzicht. Dus we hebben daar een grafiek van ook, die we kunnen tonen. De inflatie over alle OESO-landen heen is stelselmatig gedaald. Ook in de eurozone, ook in de VS, in die twee regio's eigenlijk lag die inflatie eigenlijk oncomfortabel laag, zou je kunnen stellen. Het is dus niet onlogisch dat het nu weer gaat stijgen. Ja, het is een expliciete doelstelling ook van centrale banken. Dat is één reden. Dus centrale banken willen een hogere inflatie. Die lag eigenlijk oncomfortabel laag. Het voorbije decennium in de eurozone 1,1% gemiddeld. Het voorbije decennium in Amerika 1,6%. Dus ook onder die doelstelling van 2%. Dus je wil hogere inflatie als centrale bankier. Je beseft ook meer en meer, als economische wetenschap, is de consensus toch meer en meer geworden dat het monetaire beleid ook meer gecomplementeerd moet worden met het budgettaire beleid, om zo toch extra herstelkracht te kunnen bezorgen. Er is ook een consensus dat het budgettaire beleid niet te snel mag verkrapt worden na deze crisis, vooraleer er een breed en inclusief arbeidsmarktherstel in het vooruitzicht is. En dan heb je nog twee structurele factoren, zou je kunnen zeggen, ook. Dus de vergrijzing. Op een gegeven moment zal je zelfs een daling hebben van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Wat dan toch kan zorgen voor krappere arbeidsmarkt en iets wat opwaarts druk op de lonen. En anderzijds ook de globalisering, die niet meer in diezelfde mate zal zorgen voor neerwaartse prijs- en loondruk. Dus ja, toch iets hogere inflatie, maar ja, we moeten daar toch niet te alarmistisch over zijn. Het zal niet zijn zoals in de jaren 70 bijvoorbeeld. We gaan daar niet naar terug. Nee, inderdaad, dat zullen we absoluut niet zien. Nee. Het feit dat we zowel op de korte termijn als op de lange termijn een inflatieverhoging verwachten, heeft dat een impact op het beleid van de centrale bank? Het is vooralsnog echt te vroeg om een verstrekkingsbeleid te verwachten. Dus dat ga je niet zien, niet in Amerika, ook niet in de eurozone. Voorlopig blijven die centrale banken dus obligaties opkopen nog altijd. Dat zal wel verlaagd worden in tempo. Dat is maar allicht iets voor volgend jaar. Het kan wel binnenkort wel aangekondigd worden, maar in de feiten zal het pas volgend jaar gebeuren. En voor een eerste renteverhoging is het sowieso nog te vroeg, denken we. In Amerika niet voor de tweede jaarhelft van 2023. In Europa, althans zoals de zaken nu liggen, allicht niet voor 2025. Ja. Jullie verwachten zowel op korte als op lange termijn dus een verdere stijging van de inflatie. Wat betekent dat dan voor de beleggingsportefeuilles? Ja, als belegger, als investeerder ben je natuurlijk altijd geïnteresseerd in het behouden en zelfs liefst verhogen van je koopkracht over de termijn. En dus dat betekent dat je natuurlijk moet gaan kijken naar het reële rendement. Dus dat is duidelijk, het rendement na inflatie. Wel, het zal velen niet ontgaan zijn, of de meesten niet ontgaan zijn, dat met de huidige renteniveaus, dat je het heel moeilijk krijgt om toch een positief reëel rendement te realiseren op spaarboekjes of door te beleggen in obligaties. We denken nog wel dat dat kan door
door te beleggen in aandelen. En de reden is eigenlijk vrij eenvoudig. Hè. Dus je belegt in een bedrijf. En ja, bedrijven zullen natuurlijk in hun dagdagelijkse beslissingen ook rekening houden met de ontwikkeling van prijzen en lonen. Dus daar zit het eigenlijk. Ja. De conclusie is dus dat je als belegger best zoekt naar aandelen met een goed dividend dat mee evolueert met de inflatie. Dat is zo, ja. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.